dat is altijd belangrijk, dat als de Verenigde Naties een jaarlijkse vergadering houdt, waar regeringsleiders, waar staatshoofden aanwezig zijn, dat je ook aanwezig moet zijn. Tweede, het gaat om de verschillende onderwerpen die besproken worden, die een bijdrage moeten leveren aan de wereldvrede en ook de wereldorde. De ontwikkelingen in de wereld, maar ook vele zaken die te maken hebben met actuele zaken, oorlogen die plaatsvinden, impact van klimaatsverandering. Het zijn zaken die bijzonder belangrijk zijn. En voor dit jaar is er gekozen geworden als thema Leave No One Behind. En dat is bijzonder belangrijk. Het sluit aan op datgene wat we in Suriname doen met onze economische hervormingen. Dat uiteindelijk de economische hervormingen voordelen moeten opleveren voor ieder in de samenleving. En daar waar er kwetsbare groepen zijn die slachtoffer kunnen worden van de economische hervormingen, dat we dan ook speciaal programma's voor hen ontwikkelen. En dat noemen we ons sociaal programma. En dat ze niet vergeten worden. Ongeacht wie ze zijn, waar ze woonachtig zijn, wat hun afkomst is, dat niemand vergeten wordt. En dat is een heel belangrijk thema. Omdat in de wereld heel wat zaken zich voltrekken. Waarbij zeer belangrijke delen van de wereld soms vergeten worden. Zeer belangrijke groepen in de wereld vergeten worden. En dat is een wake-up call met dit thema op deze algemene vergadering van de Verenigde Naties. Dat we ook goed moeten kijken hoe die Verenigde Naties als organisatie zelf functioneert. Die effectiviteit van die organisatie. Maar ook andere instituten van de wereld. Want als ze allemaal goed functioneren, dan zou het beleid in feite aan ieder moeten raken en aan ieder moeten ondersteunen. Maar we zien in de praktijk namelijk dat het beleid ook vanuit het hoogste orgaan van de wereld niet iedereen bereikt. En daarom is het goed om zo'n thema te bespreken naast zoveel andere vraagstukken. Dat we een wereldbeleid gaan ontwikkelen waarbij niemand vergeten wordt en waarbij niemand achtergelaten wordt. Mijn spreekbeurt is op 25 september. En natuurlijk zullen wij zaken moeten presenteren die belangrijk zijn voor de wereld. Je bent lid van de Verenigde Naties. Je hebt een stem. En die stem moeten we gebruiken. Luid en duidelijk om aan te geven hoe wij als land naar de wereld kijken. Dat wij ook vraagstukken die zeer actueel zijn in de wereld ook bespreekbaar maken. Ook vanuit onze invalshoek. Wij moeten onze positie en ons belang ook op wereldvorm goed veilig stellen. En als wij vinden namelijk dat die oil en gas een belangrijke factor is, enerzijds tegen de achtergrond van die energiezekerheid, maar aan de andere kant, de wereld die zegt je moet uitfaseren, de fossiele brandstof, dan mogen wij als land ons standpunt wel presenteren. Dat alhoewel er een uitfaseringstraject daar is, wij gaan investeren in die oil en gas. Op een verantwoorde wijze. Een verantwoorde wijze welke ook milieuvriendelijk is. Een verantwoorde wijze welke ook bijdraagt dat we carbonnegatief blijven. Maar dat we als land wel dat recht moeten hebben om de oil en gas zodanig te ontwikkelen dat we daarmee ons land en ons volk gaan ontwikkelen. Dat we ons bos hebben. Ja, het is ook een bos dat zuurstof verschaft aan de wereld. Maar wij mogen ook onze soevereiniteit gaan exerceren over ons bos en beleid ontwikkelen dat we daarmee de inkomsten willen genereren. Ik mag dat wel aan die wereld gaan zeggen. Aan de andere kant zijn er vraagstukken die te maken hebben met oorlogen. Dat we onze stem daar laten horen wat wij van die oorlog vinden. Dat onmiddellijk moet beëindigen. En zo zullen er nog vele zaken zijn waarbij
naast de bijdrage die als land moet leveren, om de wereld veiliger te maken, om te zorgen namelijk dat er ontwikkelingen plaatsvinden die ook de doelstellingen van de Verenigde Naties, namelijk de Sustainable Development Goals, moeten gaan halen. Ook je eigen doelstelling. Maar ook datgene wat we nu doen met ons hervormingsprogramma. Dat we dat wel mogen adresseren en de successen daar mogen delen. Nogmaals, er komen nog meer zaken en dat kan mijn live volgen. We worden wel een slachtoffer, we moeten wel ons stem laten horen dat wij niet de veroorzaker zijn. Maar wij wel een rechtvaardig beleid willen. En dat die middelen wel vrijgemaakt moeten worden voor ons land. Als het gaat om compensatie, als het gaat om schadevergoeding aan doelgroepen die daarvan slachtoffer worden. Dat zal die boodschap moeten zijn. En dat we daar inderdaad ons bos hebben. En dat we daarmee enerzijds laten zien dat we een producerend land zijn met productiefaciliteiten. En we hebben onze bauxietindustrie gehad. En we hebben onze goudindustrie. En we gaan naar de vervolg bauxietindustrie. En we hebben zoveel productiebedrijven hier. Zo. En dat we 40 jaar staalolie hebben. En dan nog zijn we carbon negatief. Dat we daarmee willen zeggen dat je een gebalanceerd beleid moet ontwikkelen als land. En binnen dat gebalanceerd beleid je ook carbon neutraal, in dit geval van ons carbon negatief, gaat zijn. De wereld neemt het beleid over. Dat is de stem. Dat het wel kan. En niet een beleid, je moet onmiddellijk stoppen met je olieproductie. En nu moet je je bos niet meer kappen. Dat is niet die toon die wij gaan accepteren. Maar het is een toon waar we een duurzaam bosbeleid willen hebben. Je mag kappen, maar plant ook. Zoals we nu gestart zijn met de 1 million tree programma. We planten ook. We planten ook mangroven. Om onze kust te beschermen. Maar aan de andere kant vragen we wel een rechtvaardig beleid van de wereld dat ze ons compenseren. En daarmee hebben we inmiddels ook onze carbon credit beleid al ontwikkeld en die compensatie komt. Kijk, elke beoordeling door het IMF is bijzonder belangrijk. En we hebben al ruim 3 jaar ervaring met het IMF-programma en met de IMF-samenwerking. En is een samenwerking gebaseerd op een samenwerkingsovereenkomst. We zijn lid van IMF. Net zoals alle landen in de wereld lid zijn van IMF. En IMF is een orgaan dat bijstand verleent aan lidstaten op verzoek van de lidstaat. Wij hebben een verzoek gedaan aan IMF om ons bij te staan bij de economische hervormingen. Waarom? Omdat onze economische situatie zodanig ontspoord was en het had verregaande impact nationaal en internationaal, met name internationaal met schuldeisers die overeenkomsten hadden met de staat Suriname, met ook rechtsgevolgen van als je als staat jouw verplichtingen niet zou nakomen. En wij hebben gekozen voor de meest veilige weg, de noodzakelijke weg, misschien ook de enige weg die er was, om met IMF te gaan samenwerken. En IMF bijstand te vragen. En uiteraard zijn er spelregels met het IMF. Spelregels met betrekking tot de programmaonderdelen die geïmplementeerd moeten worden, de wijzigingen die moeten plaatsvinden, de wetten die allemaal ontwikkeld moeten worden, het beleid dat aangepast moet worden. En nog veel meer zaken
die allemaal aangegeven zijn in een tijdlijn. En wij hebben gekozen voor een overeenkomst met een tijdlijn van 3 jaren. De Extended Facility Fund van IMF. We hebben gekozen voor een programma dat moest bijdragen aan de volledige hervorming van onze economie. En we hebben gekozen voor een programma dat onze economie weer gezond moest maken. En in deze tijdlijn van 3 jaren zijn er verschillende maatregelen opgenomen die geïmplementeerd moeten worden. En verschillende acties die gemonitord worden op dagbasis, op weekbasis, op maandbasis en 3-maandelijkse basis, kwartaalbasis. En die kwartaalbasis, daar vindt dan de observaties, de bevindingen van de overige momenten dan plaats bij het hoogste orgaan van het IMF en dat is de board. Waar alle boardmembers aanwezig zijn en die spreken dan een oordeel over de vorderingen die als land boekt. En we hebben 6 beoordelingen al gehad. 1 beoordeling hadden we niet gehad, omdat we onze BTW-wet in 2022 nog niet goedgekeurd hadden. Toch? En daarvoor is er bijna stilstand geweest in die samenwerking van bijna een jaar. Maar we zijn eruit gekomen. En we hebben onszelf weer op spoor gebracht. En zijn doorgegaan met IMF. En dan vervolgens alle reviews halen. Maar nu loop je tegen het einde van de samenwerking met IMF. En deze review, de 17e, was zodanig dat je in feite als land zodanige positie van het land moest presenteren, waar je zou moeten blijken dat al die andere reviews en al die andere hervormingen nu duurzame effecten heeft. Dat je op eigen kracht door kan. Dat je op eigen kracht je economie kan stabiliseren en evenwicht houden. Dat je op eigen kracht je schuld kan aflossen. Dat je op eigen kracht een economische groei moet ontwikkelen. En dat was die uitdaging. Omdat uit alles gebleken was dat de weken en de maanden voor deze review er iets gebeurd was met onze economie. En dat was namelijk dat er een gap ontstaan was tussen de uitgaven en de inkomsten. En die gap moest gedicht worden voor 18 september. En je weet nog wat we tegen de boeren van Nigeria zeiden. We gaan je niet kunnen betalen in de maand september, na september. U weet wat we tegen Rafaksur en de overgebonden gezegd hebben. We gaan geen overeenstemming kunnen bereiken met betaling in september, na september. U weet wat we tegen de veiligheidsbonden gezegd hebben. Ook na september. Dit was het. Omdat wij drastisch onze uitgaven moesten verminderen. Maar ook drastisch onze inkomsten moesten gaan verhogen. Dit was een van de randvoorwaarden prior action. Een grote uitdaging. Een tweede prior action was namelijk dat EBS die extra inkomsten als gevolg van de tariefaanpassing moest overdragen aan de staat. Voor alle maanden. En het moest, omdat dat geld niet bestemd is voor EBS. Het geld is bestemd om die objectsubsidie die afgebouwd wordt en waardoor er kwetsbare groepen ontstaan, die kwetsbare groepen te beschermen met subjectsubsidie. Dus dat geld moest overgemaakt worden. Wat een zware opgave is geweest voor EBS. Maar het moest gebeuren. En tegelijkertijd moesten wij ook nog de schuld tussen de staat en de centrale bank herkapitaliseren. We hebben hard gewerkt.
met al onze deskundigen, met ook IMF. En we kunnen zeggen, ja, we hebben het gehaald. Die prior actions. Maar daarnaast hebben we zoveel andere targets gehaald. Dat geeft aan die discipline van de regering. Die begrotingsdiscipline. Maar ook ons commitment om je te houden aan het IMF-programma. Omdat we allemaal die hervorming willen. En die hervormingen die zullen uiteindelijk bijdragen dat we weer duurzame ontwikkeling gaan krijgen. En dan gaan alle Surinamers het kunnen profiteren van de ontwikkelingen die gaan komen op deze stabiele basis die we ontwikkeld hebben met bijstand van het IMF-programma. Dus deze was inderdaad een zware test en die hebben we gehaald. Natuurlijk is het een ongoing proces. Je hebt de zevende horde gehaald, maar je hebt nog een achtste daar. Die moet je ook halen. En misschien nog een negende. Begin volgend jaar. Dus doorgaan, regering. Doorgaan. Je hebt leiderschap al getoond. Je hebt getoond dat je met durf en moed, met ook wat politieke risico's, maatregelen treft in het kader van de hervormingen. Het gaat je geen populariteit opleveren. Maar je moet doorgaan. En we gaan door. Maar natuurlijk moet je die kwetsbare groepen gaan beschermen. Die wij ook beschermen. Aan de andere kant beseft IMF ook dat we naar een verkiezingsjaar gaan. En ook zeggen, desondanks, ga niet naar populistische maatregelen. Ga door met deze gedisciplineerde opstelling. Ga door met de strakke maatregelen. En ga door met bescherming van personen die beschermd moeten worden met een sociaal programma. Natuurlijk is dit één onderdeel van ons totaalbeleid, welke onder review staat van IMF. Maar daarnaast hebben we nog zoveel andere windows van beleid. Van gezondheid, van veiligheid, van een goed financieel systeem. Maar ook programma's die te maken hebben met goedkope voedsel. Programma's die te maken hebben met transparant grondbeleid. Programma's die te maken hebben met infrastructuur van het land. Programma's die te maken hebben met ons bosbeheer. Programma's die te maken hebben ook met betrekking tot NRA. Dus we hebben nog meerdere verantwoordelijkheden. Maar dit deel van IMF, dit staat onder review. En hiermee moet ik ook zorg dragen dat we dit programma ook in samenhang met die andere windows gaan uitvoeren. Dat het geen geïsoleerd programma wordt. Dat we enerzijds een IMF-programma uitvoeren, maar tegelijkertijd de programma's in die andere windows ook gebalanceerd en integraal gaan uitvoeren. Nou, je moet rekening houden, je hebt IMF als een internationaal orgaan waar heel wat deskundigen van heel wat landen in participeren. Maar IMF werkt uiteindelijk met structuren. En zo hebben we een executive die ons land vertegenwoordigt. Dat is een executive van Brazilië. Maar hier in het land hebben we ons eigen Surinaams team. Bestaande uit Surinaamse deskundigen. Bestaande ook uit deskundigen van de verschillende ministeries. We hebben ook een internationale adviseur, meneer Lazard. We hebben ook diaspora-deskundigen die ons bijstaan. Kortom, de Surinaamse deskundigen samen met de deskundigen op de verschillende ministeries, die hebben ook een belangrijke rol vervuld dat we onze targets gehaald hebben. De centrale bank heeft een belangrijke rol vervuld dat we onze target ook gehaald hebben. En natuurlijk moeten we op deze dag, waar we de zevende review halen, ook hun bedanken voor de bijdrage die zij geleverd hebben. Vaak is het dat we te veel focussen op IMF en die IMF-deskundigen die het doen. Nee, dat zijn onze deskundigen die het doen. En gelukkig hebben ze laten zien dat met hun rol ze ook een belangrijke ondersteuning hebben gegeven aan de uitvoering van het IMF-programma. Maar ook
dat ze ondersteuning gegeven aan het regeerbeleid. En hier zie je namelijk dat er soms verschillen van inzichten zijn tussen politieke partijen, tussen sociaal-maatschappelijke organisaties, tussen oppositie en coalitie. Wat zijn coalitie? En ieder zal zijn eigen concept hebben en visie hebben, namelijk hoe het land te ontwikkelen. Wij hebben niet gekozen voor populistische aanpak. Wij hebben niet gekozen voor hap-snap-beleid. Wij hebben niet gekozen voor een beleid om verkiezingen te winnen. We hebben gekozen voor een beleid om duurzaam hervormingen te brengen. Een land dat aan de afgrond was van haar ontwikkeling. Failliet, we waren failliet. Laat me het woordje gebruiken. En dat we dat overnemen en moeten beslissen hoe verder hiermee om te gaan met die verantwoordelijkheid. En we hebben laten zien dat we een beleidsrichting hebben ontwikkeld waarbij de prioriteiten, we hoeven niet eens te worden over de prioriteiten. Maar voor ons was het bijzonder belangrijk om die ontwikkeling te brengen op basis van verschillende fasen en verschillende prioriteiten. En voor ons was fase 1, namelijk je moet die crisis gaan beheersen. Je moet die hervormingen gaan doorvoeren. Je moet die herstructurering brengen. Je moet deze wetten in place hebben. Je moet deze maatregelen eerst treffen. En als je dat onder controle hebt, dan ga je naar fase 2. Dat is die stabilisatiefase. Wat we bereikt hebben. Dan moet je naar die volgende fase. Dat is die ontwikkelingsfase. De economische groei. En op deze fase en op deze stabiliteit krijg je dan die ontwikkelingen van die andere sectoren. Die andere sectoren kunnen zich niet goed ontwikkelen als er daar een instabiele bodem is, een instabiele grondslag is, een instabiele fundament is. En om dit goed stevig te ontwikkelen, hebben we inderdaad zware maatregelen getroffen, wat gepaard gegaan is met zware offers vanuit de samenleving. Maar uiteindelijk hebben we nu de groeifase bereikt, waarbij we nu dit jaar al meer dan 3% economische groei gaan krijgen. Maar wat is de waarde van de 3% economische groei? Pas als je beseft dat je deze 3% economische groei bereikt hebt vanuit een positie van -16%. Dat is die kracht in een korte tijdsperiode. En zo zijn er meerdere parameters die wij ook gehaald hebben en die als indicatoren gebruikt worden om aan te tonen dat we de doelen van de hervorming bereikt hebben. Hiermee zeg ik ook, wij zijn een regering die maatregelen treft, duurzame maatregelen, voor een betere toekomst voor alle Surinamers. Maatregelen die belangrijk zijn voor de economische groei. Maatregelen die belangrijk zijn voor deze generatie, maar ook toekomstige generaties. En dat moet het volk beseffen. Dat het wel noodzakelijke maatregelen waren. Dat we het inderdaad moeilijk hadden, maar we komen eruit. We gaan nu naar betere tijden. Maar als we die maatregelen niet getroffen hadden, zou het nu veel slechter eruit zien. Zouden we nu weten waar onze koers op dit moment zou zijn, zou misschien ver boven de 100 zijn. De inflatie zou verder stijgen. De schuldeisers zouden hun geld komen opeisen. We weten niet met welke rechtsgevolgen. We hebben al deze dingen kunnen voorkomen met duurzame maatregelen. Met ondersteuning van het IMF, maar ook met ondersteuning van andere internationale financiële instituten. Die ons ondersteunen, ook op basis van de resultaten die wij bereiken in het kader van IMF-programma. Zo ondersteunt de IDB ons, de Caribbean Development Bank, de Wereldbank, de Islamic Development Bank. Al deze internationale financiële instituten
hebben hun bijstand aan Suriname gekoppeld aan het IMF-programma en de successen van het IMF. Als je daar geen successen zou boeken, als je die reviews niet zou halen, zou die bijstand ook niet komen. Dus zo moet je het integraal zien, dat wij met de successen die we samen bereiken met de vakbonden, die we samen bereiken met bedrijfsleven, die we samen bereiken met alle Surinamers, maar ook zij dragen bij door middel van de offers, geduld. Soms gaat het gepaard, ja, met wat spanningen. Maar uiteindelijk zorg ervoor namelijk dat met goede communicatie en goede uitleg iedereen begrijpt dat de maatregelen noodzakelijk waren. Natuurlijk, kijk, elke samenleving heeft kwetsbare groepen. Maar als gevolg van zo'n hervormingsprogramma kunnen meerdere mensen tot kwetsbare groepen gerekend kunnen worden. Dat we zeggen, de doelgroep kan zich uitbreiden. Maar de bestaande groep, die kan de gevolgen in feite nog zwaarder gaan aanvoelen. En dat kunnen zijn senioren burgers, gepensioneerden. Dat kunnen zijn personen die ondersteund moeten worden met kinderbijslag. Gezinnen die financieel zwak zijn. Personen met een beperking. Maar door de hervormingsmaatregelen kan de onderlaag van de middenklasse ook getroffen worden. En ook behoren tot kwetsbare groepen. Onze taak als regering is beschermen ze. En we beschermen kwetsbare groepen met koopkrachtversterking. Met financiering. Als ze onder een bepaald salarisniveau zijn. We beschermen ze met belasting voorzien dat ze geen belasting hoeven te betalen. Als hun salaris tot 9.400 is. We hebben recentelijk met vakbondsonderhandelingen salarisverhoging gegeven van 20%. We hebben nu de koopkracht, die gaan we doen begin volgend jaar, geïncorporeerd op bruto salaris. Aan de andere kant hebben we de toelagen aangepast. En dat geldt ook voor de groepen die vergelijkbaar zijn met ambtenaren, zoals in de gezondheidssector. Kortom, we hebben laten zien, namelijk dat we als regering alles doen om die kwetsbare groepen goed te beschermen. En te zorgen namelijk dat die koopkracht, die ook onder druk was komen te staan, weer versterkt wordt. Dat de mensen weer in staat gesteld worden om te gaan kopen, om goed leven te hebben. Om weer te genieten van het leven. We zijn er nog niet, maar we zijn op de goede weg. En step by step komen we daar waar wij allemaal graag willen. Een prachtig land waar alle Surinamers gelukkig leven. Ik weet dat het IMF-programma bij heel wat Surinamers soms niet goed overkomt. Niet duidelijk is. Men niet begrijpt. Natuurlijk moeten wij als regering beter communiceren met de samenleving. Hun uitleggen wat de bedoeling is. Het is wij als land dat graag een hervormingsprogramma willen. Graag een herstructureringsprogramma willen. Wij willen dat die economie weer gezond wordt. Maar omdat het probleem te groot is, die schuld te groot is, 4 miljard Amerikaanse dollars, dat kunnen wij als regering niet alleen. Al heb je nog zoveel rijkdommen. Dat zijn schuldeisers die in de wereld zijn. Die miljoenen, zelfs meer dan 2 miljard in feite leningen hebben gegeven aan ons. En die moeten we terugbetalen. We kunnen het niet terugbetalen. Maar als we niet terugbetalen, dan gaan al onze bezittingen van het land op de veiling. Die dingen hebben we opgelost met schuldherschikking. Die dingen hebben we opgelost met goede afspraken. Maar tegelijkertijd hier in Suriname is er zo'n danige schuld geweest naar zoveel bedrijven, naar zoveel dienstverleners. Ook daar moesten die oplossing brengen. Maar tegelijkertijd was er crisis. Je monetaire reserve was op. Een stijgende koers. Een hoge inflatie. Die dingen moesten ook allemaal opgelost worden. En uiteindelijk hebben we gezegd van, laten we het goed doen met een hervormingsprogramma, met een herstelprogramma. Met bijstand van IMF.
En als je het programma uitvoert, dan krijg je ook de financiële injectie van IMF. Zoals we nu de 7e review gehad hebben, dan krijgen we weer 63 miljoen. Maar omdat men ziet dat Suriname goede stappen maakt om haar economie te hervormen, zijn er ook andere instituten bereid om je financiële steun te geven, om je goedkoop kapitaal te geven, zoals de IDB, die steeds met 150 miljoen komt, waarmee we ons landelijk woningbouwprogramma kunnen financieren. De Islamic Bank komt met goedkope woningen, affordable housing program. De Wereldbank komt met financiële steun voor Saramaga-kanaal. De IDB komt zodat we ons agrarisch traject kunnen ontwikkelen. Maar tegelijkertijd bouw je je eigen besparing. Je gaat weer als land sparen. En als we weer kunnen sparen, dan kan ik het volk weer faciliteiten aanbieden dat je 7% nu hypotheek kan nemen om je huis te bouwen. Dat we nu fondsen hebben om die boeren te geven voor de agrarische productie. Dat we nu bij NOB geld hebben voor studenten die kunnen lenen en na studie kunnen terugbetalen. Dat we bij NOB een fonds hebben waarbij je inschrijfgeld voor de school terug kan krijgen. Dat is wat we doen met onze besparing. Uiteindelijk hebben we de economie zodanig gezond gemaakt dat ik niemand meer nodig heb. En dat we met onze eigen kracht dit land verder kunnen ontwikkelen. En dat moment is al zichtbaar. Met name tegen de achtergrond van oil en gas. Waar we zeer binnenkort die bekendmaking gaan krijgen met die FID. Wat onze positie als land is met zoveel oliereserve en gasreserve. En dat we enorm veel inkomsten gaan hebben. En dat het volk ervan mag profiteren. Dat we die gelden kunnen gebruiken in diversifiëren van onze economie. Dat we het geld kunnen gebruiken om te gaan sparen in spaar- en stabilisatiefonds. Ook voor de volgende generatie. Maar natuurlijk, jullie hebben allemaal offers gebracht. Mogen jullie ook die voordelen krijgen van die oil en gas. En dat gaat u binnenkort horen van mij. Hoe je daarvan deelgenoot gaat zijn. Dus nogmaals, we moeten doorgaan met de hervormingen. De zwaarste fase hebben we afgesloten. En nu gaan we naar de fase van groei. Fase die investeerders aantrekt. Fase die werkgelegenheid gaat creëren. Fase die gaat zorgen dragen voor meer inkomsten. En als we meer inkomsten gaan krijgen, gaat u ook minder belasting betalen. Kunnen onze belastingen uit andere sectoren halen, uit andere ontwikkelingen halen. En aan de andere kant kunnen we meer sparen. Voor onze wegen kunnen we meer sparen, voor veiligheid kunnen we meer sparen, voor gezondheid. Zo moet je zien, zo draait de economie. En dat programma van IMF een tijdelijke was, die we nodig hadden om ons land uit de diepe crisis te halen. Maar nogmaals, Louis Bradangasisa, we zijn eruit. We gaan nu naar betere tijden. En u verdient het. Daarom heb ik gezegd, we gaan u teruggeven. En we zijn al begonnen om u terug te geven. En we gaan u blijven teruggeven, totdat u ook sterk voelt, goed voelt, lekker voelt, gelukkig voelt. Daarop kunt u rekenen.